Wanneer je erachter bent gekomen dat je voorraad te laag is op je voorraadkaart en je een intern bestelformulier hebt ingevuld, zul je een bestelling moeten plaatsen. Dat doe je door een bestelbon in te vullen. Die zie je hier. Nou, je gaat aan de hand van het artikelbestand kies je een leverancier. Dus waar wil je bestellen? Hier vul je dan de adresgegevens in. Dan vul je het inkooporderenummer in. Dus bijvoorbeeld IN, maand en het volgnummer. De datum. Dus wanneer je bestelt. Bijvoorbeeld 10/10/2012. Wie er bestelt. Dus bijvoorbeeld Schipper zelf. En een kenmerk. Dat zie je in het boek staan vaak. En vul hier het aantal in. Dit haal je dus van het intern bestelformulier, bijvoorbeeld 24. Het artikelnummer. En dan verder de artikelbeschrijving, de eenheidsprijs, de totaalprijs, dus 24 keer de eenheidsprijs. Nou, stel je voor dat bijvoorbeeld het artikel 5 euro kost. Dan vul je dus hier 24 keer 5 euro, 120 euro in. En hier onderaan weer de totaalprijs van alle artikelen die je invult. En dan heb je de bestelbon ingevuld.